nog steeds hebben we een aantal nog meer bijstaan die dus ook in dit budget passen. Dit budget heb je opeens heel veel keuze. Zo, we gaan weer shoppen met een leasebudget deze keer. Sebastian, naast mij van Mobility Service, €900. Ja, leuk budget. Ja. Nu kunnen we echt wat kiezen. Feestbudget. We hebben zelfs wat moeten schrappen in onze lijst. Ja, de lijst wordt dan opeens wat langer. En je kan natuurlijk ook uit de lijsten die we hiervoor hebben behandeld kiezen. Tot €600, ja, dat lijkt me heel onlogisch dat je €900 budget hebt en dan een auto voor €600 kiest. Maar je weet het niet. Maar tot 750, Megane E-Tech, Cupra Born, Volkswagen ID3, Peugeot E2. Ja, denk dat je dan... Maar van de Cupra Born en ID3, kan je misschien dan een dikkere versie met alle opties. En dat zou toch kunnen. Mini Electric, Kia Niro, eigenlijk alweer onlogischer. Dan gaan we eigenlijk naar wat andere auto's kijken. Hè, als je een beetje wat meer budget hebt. Ja, dan ga je niet naar een Niro kijken. Dan ga je naar een EV6 kijken. Bijvoorbeeld. Ja. Even goed om toe te lichten. Wat er in het budget zit. En dat is... 30.000 kilometer per jaar. En op basis van 5 jaar winterbanden vervangend vervoer. Dat is eigenlijk een beetje de standaard in Nederland qua leasebudgetten. Ja. Je ziet vaak of 48 maanden 30.000 kilometer of 60 maanden 30.000 kilometer. Prijsverschillen zijn niet enorm. Dus we zijn in dit geval even uitgegaan van 60-30. En dan heb je gewoon een realistische prijs. En dan heb je niet de prijs waarmee mensen adverteren van 60-10. Nee, maar je zegt 60-10, je zegt het heel snel. Maar soms zie je natuurlijk, vanaf €399 de Porsche Taycan. En dat is dan 120 maanden en 1000 kilometer per jaar. Ja, en €70.000 aanbetaald. Ja. Vaak zie je 60 maanden 10.000 kilometer. En dat is wel weinig. Ook al denk je, ik rij weinig. Je wagenparkbeheerder zal zeggen, maar wij rekenen met een budget. Dus je rekent met dat je wel 30.000 kilometer. En daar pas je auto in en rij je minder. Dan is het fijn voor het bedrijf. Dus zoiets, hè. Winterbanden erin, vervangend vervoer erin. Nou, dan heb je gewoon, je bent mobiel altijd. Ook als het slecht weer is. Ook als je auto onderhoud moet krijgen of er langer uit de running is. Dus dat zijn even belangrijke voorwaarden waarmee we deze lijst hebben samengesteld. Want als je dat natuurlijk gaat aanpassen, dan worden die tarieven heel snel anders. Ja. En dan is het vergelijk niet helemaal logisch. De lijst is lang. We hebben een aantal favorieten die we eruit pakken. De andere zullen we ook even noemen. Maar wat zijn, zeg maar, wat zeg jij van, maar voor dit budget, die dan? Ik denk dat je het wel weet. Ja? Ik denk dat het een auto is die we allebei wel hebben zien staan de afgelopen jaren. Afgelopen jaar. De IONIQ 6. Ja. Prachtige auto. Ja. Vind ik. Mooi laag, grote accu, efficiënt, ruim. Ik denk dat dit is natuurlijk ook een beetje een trend die je ziet. Langzamerhand tenminste. Er komen weer wat lager sedanmodellen. Ja, we gingen de hoogte in. Maar dat is slecht voor de luchtweerstand en dus voor de range van een elektrische auto. Deze gaan we... Ja, Hyundai IONIQ 6. Foto's vond ik hem al mooi toen ik erbij stond. Dacht ik echt van, ik vind dit wel... snoepje. Gebaseerd op mooie technologie, natuurlijk 800 volt accutechniek en normaal is 400 volt. Betekent dat je sneller kan laden, dat je allemaal wat leuke dingen kan doen. De zustermodellen, zeg maar, Hyundai IONIQ 5, eigenlijk verdient ook nog wel een beetje een plek in deze lijst. Kia EV6, ook een zustermodel. Hyundai IONIQ 5 versus EV6, misschien wel even goed om even aan te stippen. Hyundai is echt comfortabeler, is ook iets hoger en gewoon wat voelt wat ruimtelijker, is wat lichter in het interieur, maar stuurt, ik zou zeggen, het is bijna zwabberbak. Het is gewoon meer op comfort, weet je, het is gewoon een andere auto. EV6, echt wel een beetje stuurmansauto, sportief. Dus dan weet je ook de verschillen, wat je leuk vindt. IONIQ 6, weten we nog niet. Hey, dat is kan beide kanten op gaan. Maar dat trio, en dan tippen wij voor nu denk ik even de IONIQ 6 allebei. Mooie auto, goede range. Beetje de geslaagde versie van de originele IONIQ, zou ik zeggen. Ja, als je zo naar kijkt wel, want die was ook wat minder mooi. Ook heel efficiënt. Ja. Hele kleine batterij, heel matig opladen. Ja, maar die had zeg maar één goed punt en dan werd het helaas wat minder. Ja, stroomlijn. Ja. Een hele lijst. En we gaan er niet aan ontkomen. Er zitten ook wat crossover SUV's tussen. Die zijn gewoon heel populair. Ja. Laten we het dan direct maar gewoon noemen. De Tesla Model Y. Ja. Als je er heel zwart-wit naar kijkt, krijg je best wel wat voor je geld met die nieuwe... Ja. Met de achterwiel aangedreven variant. Ja, absoluut. Goede range, veel ruimte.
veel opties. Veel opties. Standaard natuurlijk. Het is een Tesla. Ik denk dat toch voor een hoop mensen... voor een hoop mensen hebben er een negatief bijsmaak aan. Maar voor een hoop mensen is het ook wel het elektrische merk. En die natuurlijk ook gewoon hele snelle Model S en Model X en Model 3's op de weg hebben gezet. Dus ja. En als je een merk wil dat je een beetje bij de hand neemt met de eerste keer elektrisch rijden. Ja, dan is Tesla altijd wel een veilige optie. Ja. Omdat die gewoon de laatste op je inplant op langere stops. Ze maken het wel makkelijk voor je wat dat betreft. Ja, eigen superchargers. Daar kan natuurlijk iedereen er tegenwoordig wel gebruik van maken. Maar niet in alle landen. Wel veel. Ja, wel veel. Nee, dat klopt. Maar ja, inderdaad, zeker een interessante optie. Overigens wel interessant ook dat jij daar dan voor gaat. Net als zeg maar eigenlijk alle klanten. Hè, dus vandaar dat we ook die keuze hebben. Mm-hmm. Terwijl de Model 3. De Tesla Model 3. Model 3. Ja, het is natuurlijk de lage versie, efficiënter, rijdt beter, eigen comfortabeler, iets minder ruimte. Ja, ergens zeg maar misschien de betere versie. Maar we weten, jullie gaan allemaal van de Model Y voorlopig nog. Ja, we hebben nog wel wat crossovers, hè? Ja, de Enyaq bijvoorbeeld, ook een hele populaire. Staat eigenlijk op één lijn natuurlijk met de Volkswagen ID4. ID5, de Enyaq Sportback, de Audi Q4 e-tron. En er zit natuurlijk een beetje, de Q4 zit een beetje bovenaan de rits. Heb je natuurlijk de hoogste afwerking, hoogste prijs. Enyaq zit er een beetje tussenin en de Volkswagen is gek genoeg het goedkoopst. Ja, maar die hebben wel wat moeite gehad om een beetje vraag genereren blijkbaar. Ja. Dus ik in dit lijstje zou ik dan denk ik toch voor de Audi Q4 gaan. Dat is toch gewoon mooi afgewerkt. Wel mooi. Ja. Ja, hoewel de Enyaq vind ik ook niet gek. Maar je moet hem wel leuke opties. Ja, goed kleurtje. En goed dan, kleurtje. Goed kleurtje scheelt een heleboel bij de Enyaq. Helpt wel. Wat is de volgende die we daarin kunnen aanraden uit deze lijst? We hebben een hele lijst, hè? Ja, we hebben een hele lijst. Als je een beetje kijkt naar iets wat populair is, net een beetje tussenin, is een liftback. Natuurlijk heel populair, merk waar je heel veel over leest de laatste tijd. Polestar, met de Polestar 2, bestaat inmiddels ook al wel een tijdje. Ja. Maar die doet nog steeds heel goed. Je hebt natuurlijk met die nieuwe geüpgraden standard range voorwielaandrijving, ging bijna verkeerd. Ja. Heb je geen gekke proposities, hè? Momenteel trouwens even tijdelijk niet leverbaar, maar dat komt wel weer. Wat heb je dus een 69 kilowatt accu voor een relatief laag bedrag? Als je voor de long range gaat, krijg je er maar 10 kilowattuur bij en dan betaal je best wel wat extra voor. Dus vooral die instapversie is heel erg interessant. Ja. Oké. Okay. Dat is dan toch wel weer grappig, hè? Dat ze dan niet genoeg onderscheid uit ze maken. Dat hadden ze wel, want het was ooit 63 kilowatt. Ja. Ja, ze hebben zelf het gat klaar gemaakt. 6 erbij gekregen. Ja. Dus de Polestar 2, Volvo XC40, ja, dat is dan wat hoger en wat saaier, maar het verkoopt wel goed. Maar wij dan sneller de Polestar adviseren. Hij is nog niet heel efficiënt, maar er komt een nieuwe versie van met achterwielaandrijving. En misschien is die wel een stuk efficiënter. Ja. En daar wordt hij misschien ook wel interessant van. Ik vind de Polestar qua interieur veel mooier, maar dat ben ik persoonlijk. Ja, dat snap ik wel. Ik vind de Volvo... ik heb altijd het gevoel dat ze zo'n iPad op de kant in hebben gezet. Maar het is bijna hetzelfde, maar toch ook weer niet. Het is echt een hele mooie luxe auto, maar het is smaakvoorkeuren. Ja. En die update van de Volvo XC40 Electric, dat is misschien nog wel aardig om in de gaten te houden. Want dan gaan ze misschien weer wat efficiëntie pakken. De lijst is dan, nog steeds hebben we een aantal nog meer bijstaan, die dus ook in dit budget passen. In dit budget heb je opeens heel veel keuze. Toyota BZ4X rijdt nog niet super veel rond. Hè. De eerste fatsoenlijke EV van Toyota, laat maar zo zeggen. De eerste echte EV. Mercedes EQA. Beetje hetzelfde idee van ik vind de grotere Mercedes elektrische auto wordt het echt heel goed. Ja. En deze is zo'n beetje middle of the road misschien. BMW iX1, ook nieuw. Komt er ook aan. En de eentje die we vaak mensen over het hoofd zien, een Nissan Ariya. Ariya of Aria? Aria. Ik zeg het altijd verkeerd. Ja. Ja,
Ja, dus eigenlijk enorm veel keuze. En dan hebben wij er een soort van vijf. Hebben we er vijf? 1, 2, 3, 4, 5 favorieten. Nee, maar ik denk zelfs, zeg maar, zelfs met het lijstje, want we hebben 12 auto's voor onze neus staan. Daar hebben we echt nog niet mee getackled. Er zijn zoveel auto's die in dit budget passen. Als je het gewoon niet te gek maakt, dan past eigenlijk alles hier wel in. Ja. Het grappige is, 900 euro. Ik ben zo'n oude lul die dan denkt, ik reken het even om naar gulden. 2000 gulden per maand. Maar goed, moet je al een tijdje niet meer doen. Want de euro is al een tijdje bij ons. Maar dan heb je inderdaad wel een beetje keuze. Maar dit is een budget wat zeker niet iedereen heeft. Nee, dit is een serieus budget. Ja. Ja. Nou ja, keuze is reuze. Welke zou jij uit dit lijstje... Ionic 6. Ja, jongens, zou ik denk ik ook op uitkomen. Ik wil er wel even in rijden. Ik wil wel rijden weten dat hij... Maar... Want als hij rijdt zoals de Ioniq 5, dan vind ik hem mooi, maar vind ik hem niet zo gaaf. Nee. Dan wil ik een EV6. Denk Kijk, ik. Ik vind hem leuk omdat hij laag is. En eigenlijk staan er verder in dit lijstje dat wij hebben opgesteld, tenminste, nog niet echt lage sedans. Want die komen eigenlijk pas volgende keer aan bod. Ja. Die gewoon nog te duur zijn. Ja. In heel veel gevallen. Dus ik denk uit dit rijtje, op eerste indruk, Ioniq 6 vind ik wel echt leuk. Ja. Ja, snap hem wel. Nou ja, dat is onze keuze. Misschien heb jij ook hele sterke voorkeur. Geef het vooral even aan in de reacties hieronder. Of je hebt al een keuze gemaakt voor iets. Of je rijdt al jaren. Sommige van deze auto's kan je al een tijdje in rondrijden. Ben je misschien alweer op uitgekeken. Dat kan natuurlijk ook. Of je krijgt weer een kort promotie en dat leasebudget gaat sky high. Dan zou ik zeker even abonneren. Want volgende week gaan wij voor de baas, die dan voor de deur kan parkeren natuurlijk met zijn eigen laadpaal. Daarvoor gaan wij shoppen met een veel ruimer budget. Maar dit was het lijstje voor 900 euro. 60 maanden, 30.000 kilometer winterbanden en vervangend vervoer. Hè? Want anders is dat dan niet goed vergelijken. Lijst is lang, dus wat dat betreft misschien lastig kiezen. Maar ik hoop dat je weer een klein beetje op weg hebt geholpen. En volgende week kunnen we echt wegdromen met een lekker dik budget. Dus vergeet je niet te abonneren en die notificaties aan te zetten.